Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek opende maandag een nieuwe expositie. De tentoonstelling Zwarte Bevrijders, Afro-Amerikaanse Soldaten in Nederland hoopt in deze tijd rond Market Garden de aandacht te trekken. Marga Altena, schrijfster van beroep, schreef een boek over deze soldaten en had een drukke dag. Ik vond zelf een hele leuke dag. Heel druk, maar ook wel heel bevrijdend, omdat er een hoop werk is geweest natuurlijk. Maar we zijn heel tevreden dat ons idee van een boek en een tentoonstelling, en ook voor het wetenschappelijk onderzoek wat we daarmee willen bereiken, dat zoveel aandacht heeft gekregen. Franklin, een Nederlands bevrijdingsverhaal, is de titel van het nieuwe boek van Altena. Met behulp van de tentoonstelling en samenwerking met kunstenaars hoopt ze dat het onderwerp niet vergeten wordt. Ja, dat is natuurlijk bedoeld ook om een breed publiek te laten kennismaken met zwarte soldaten in Nederland. Afro-Amerikaanse soldaten met name. En de tentoonstelling is bedoeld om een wat breder perspectief te geven op hun geschiedenis. En dat doen we door 6 wandkleden die ieder een thema uit de zwarte geschiedenis belichten. Dus Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland, in Amerika, hun rol in de burgerrechtenbeweging in Amerika, de vriendinnen, de gemengde liefde die ervan kwam, de gemengde bevrijdingskinderen die er ook van kwamen, en tot slot de manier waarop wij onze geschiedenis van de bevrijding herinneren. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel soldaten geëerd. En dat waren meestal vooral blanke soldaten. Nou ja, dan moet je kijken naar welke tijd het een dan zich afspeelt. Hè? Dus dat je ziet dat de Amerikaanse samenleving gesegregeerd was. En dus ook het leger gesegregeerd was. Dat wist ik ook van tevoren niet. Maar dus dat je als het ware een hele strenge scheiding hebt in wat zwarte soldaten werden geacht te doen en wat witte soldaten werden geacht te doen. Dus de zwarte soldaten die hadden echt moeite om zich te bewijzen bij de gevechtstroepen. Dus ze werden aanvankelijk ook niet toegelaten bij de opleiding. En toen ze eenmaal opgeleid waren, werden ze niet altijd ingezet in de oorlog. Er moest dus echt het een en ander gebeuren om te laten zien, want dat wilden ze ook graag, te laten zien dat ze niet minder waren dan witte soldaten en zelfs beter ook inderdaad hun bijdrage konden leveren.